Hallo, ik ben Stefan Pop en ik maak bruiloftsvideo's. Vandaag zijn we bij de bruiloft van Christine en Ryan. En normaal heb je bedrijven die doen dit met 3 man. Ik doe dit gewoon in mijn eentje. En hoe ik dat precies doe, ga ik je nu laten zien. Oké, Rick, staat je aan? Ja. Oké, dit is het trapmoment. Dit is de eerste keer dat we elkaar zien. Dus heel belangrijk. Oh, sorry. Ik ging door de focus heen. Nee, dat is lelijk. Gaan wij even weer nog 1 keer terug? Nee, dat geeft niet, toch? Laten we gewoon... Nee, we doen nog een keer. Take 2. En jij, oma, hooglidlamp, hè? Ja, zo. En daar blijven staan. Spontaan, hè? Spontaan. Ja. Hoe voelde dat voor jullie? Veel beter, hè? Ja. Is het nu tijd voor het jaarwoord? Christine de Boer, neem je aan tot je echtgenoot. Ryan Dinesh Gangaram Padee. En beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt? Wat is er op jouw antwoord? Ja. Vliegtuig, jongens. Wat? Ja. Ik krijg het op de audio binnen. Dat is niet mooi dadelijk op de film. Oh. Dat krijg ik er niet meer uit. Dat maakt niet uit, joh. Dat maakt wel uit, hoor. Nee. Hier. Als je deze nou even weer vasthoudt. Oké. Christine de Boer, neem je aan tot je echtgenoot. Alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Mijn accu is leeg. Wat is daarop? Kunnen we door? Kunnen we door? Even een accuwissel. Dit is niet... Moet ik even opnieuw opstarten? Ja, nee, schiet op dan. Dit is mijn fout. Je moet ook gewoon eerlijk de fouten toegeven. Heeft iemand van jullie een USB-kabel naar mini-USB? Speeches op bruiloften zijn vaak heel mooi, daarom gebruik ik een drone. Daar maak je hele vette shots mee. Het kost hun wat meer, maar dan heb je ook wat. En u begrijpt, dat was niet makkelijk. En die verschatten ze een groot gemis. Een heel groot gemis. Uitgerekend zij had hij natuurlijk bij moeten zijn, lieve. Maar even, het wordt een heel groot gemis. Juist op een dag of... Kan die even weg? Juist op een dag als kan het ding even. Hey, wacht even. Hey, fuck! Wat ik heb. Oh, is hij stuk? Kut! Jezus, hij is stuk! Kutzooi! Wacht, kan het even. Kutdag! Sorry, maar we hebben even hier. Ja? Ja, godverdomme zeg! Weet je hoe duur ding dit is? Kunnen we het misschien even later doen? Hier, de camera doet het nog wel. Maar die vleugels die zijn nu stuk, hè? Kijk, het bruidspaar wil heel vaak op de avond zelf al het filmpje hebben. Ik ben daar niet van. Ik zeg, wacht nog even een paar dagen. Ben je nuchter, doe je dan goed. En feest ook even lekker mee met de avond zelf, hè. Het is ook een beetje jouw avond. Hè? Zullen wij tijdens een after-after movie maken, of niet? Wat kan ik te zeggen? Hoe is het met jou? Gadverdamme, ga weg, man.